En goedemorgen, het is zaterdag en leuk dat je weer kijkt naar onze weekendvlog. Ik weet niet hoe laat het is, bij 9 of zo. Dus Roniers zijn al weg. Ik ga gewoon meer zijn en nemen en ik ga ook weg, want ik heb nog genoeg te doen. Ja, we gaan onderweg. Even een brosje wachten. Niet zo naar de wc natuurlijk. Dus het is koud, 8 graden man. Fuck. Dus ik ga een paar boodschapjes doen en moet dadelijk even naar Naaldwijk toe, want ik moet kooi voorhalen. Dus, nu komt Truus tussen gas. Ja, wie moeten we weer wachten? Zie. En we zijn thuis. En ik heb het koud. Pepje is ook thuis. Ik doe er mee. Ik ga even een kaasbroodje eten. Af. Af. Ik heb zelf mijn eigen dingetjes. Dus, nou, ik hoef niet naar Naaldwijk. Hoorde ik net. Want er, ja, het scheelt. Dus dan gaan we dadelijk eventjes naar de Hoornbach hier zo, want die is pas geopend. Matje. Zijn we lief. Dus, gaan we even naar de Hoornbach even kijken, want ik wil nepbloemen hebben. Moet je maar fucking net nepbloemen, ja, neptulpjes. Zo, ga ik de camera in mijn bek, bedankt. Ja, het scheelt, je hoeft geen water te geven, is gewoon niet dood. Nou, deze is zowat wel. Wat wil je nou nog meer? Dus, ik wil mijn hele huis van met naar bloemen hebben. Want dan hoef ik ook geen bloemetjes meer op tafel te halen en daar op tafel te halen. En... makkelijk. Dus, en daarna gaan we de keuken in. Want Ras gaat kip curry maken. Nee. Nee? Als ik zin heb. Als ze zin heb. Nou ja, goed. Dus, maar ik ga nu eerst even aan het werk. Nou, plannen zijn een beetje gewijzigd, want we zo naar de Hoornbach gaan, maar... nee, ga er even niet worden, want ik kom even wat tussen. Maar daar kan ik dadelijk misschien wat meer over vertellen, of laten zien. Dus, ondertussen sta ik kip te snijden, want we eten broodje kip curry. Ja, dat heb ik 1 keer gemaakt. Meestal aten Ras en ik altijd gewoon de kip curry met rijst en aardappels. En toen dacht ik van, oh, dat kan ik ook wel eens op een broodje doen. Nou, dat is zo goed in de smaak gevallen bij iedereen, dat ze het nu gewoon elke week willen eten. Ja. Dus, we staan even kippie te snijden, Ras is boven. Even het huis gedaan, was nummer 1 zit erin, was nummer 2 ligt klaar. Dus, en dan ga ik van de week wel naar de Hoornbach. Morgen heb ik er ook niet echt tijd voor, ik weet niet of morgen de Hoornbach open is. Maar ja, goed. En morgen ook een verjaardag. Mijn vrienden van ons en een vriendinnetje van Rachel. Dus dat wordt weer even gezellig. Dus. Ik ga dadelijk even de week met jullie doornemen. Want dat was toch wel even schrikken. Weer. Ja. Ja, wanneer niet eigenlijk hier. Het is elke keer wel weer een verrassing. Dus, maar goed. Lullen en kip snijden. Hoorde niet, dus ik kom zo weer bij je terug. Oké, okay, dat was een puber. Met harde muziek. Kijk. Ben jij dat? Wat? Ben jij dat? Ja, dat ben ik. Het is waar donker daar. Waar is die donker? Hier zit 2017, hè? Jongens, gaaf. Oh, ik ben echt dood. Dood, je bent gewoon lui. Ja, dat ben ik shit. Maar goed. Even de week doornemen.
Helemaal kut weer. Ja. Dat was bloed geprikt vorige week. En daar belde assistenten voor op. En die zei dat het allemaal wel goed was. En toen sprak ik dinsdag mijn eigen huisarts. Want het was vakantie. En het ging helemaal niet zo goed te zijn. Dus ja, dat was even een domper. En daarna heb ik alleen maar pijn in mijn flikken gehad. En het was van de week of eergisteren zo extreem heftig dat ik dacht van oh my god. Dit overleef ik niet, man. Ik kan het gewoon niet meer opvangen. Voorheen was het al zwaar, maar nu is het echt wow. Even wachten. Nio! Ja, ik vind dat niks aan, sorry. Zet hem maar gelijk helemaal uit nu. Even de puber tot orde roepen. Zo, zijn we weer. Het is een beetje irritant als er eentje kerkmuziek gaat lopen draaien en ik wil even wat vertellen. Respectloos, maar goed. Dat zijn pubers. Oh, bedankt. Ja, niet elke puber. Jij bent dan weer niet zo. Maar goed, dus ja, dat was even helemaal kut. En nu ja, blijft het een beetje hangen, de pijn. Ja, maar ik kan niet nog meer pillen gaan slikken. Het gaat gewoon echt niet. Dus doen het gewoon lekker rustig aan. Zelfs mijn lip is kapot gegaan van de week daardoor. Er moet overal zoveel druk op te staan. Maar ik had tegen... Ik zei nog gezegd van... hij stuurt met zijn foto's die... Dus, zo te doen. Ik ga het zo eventjes de keuken in. Ja, ik ben bezig, gast. Ja. Ja. Ze willen nooit je aandacht. En nu ben je zelf met wat bezig. En dan vragen ze 100% aandacht. Oh, nu wachten ze maar. Dus. Zo voor de keuken. Ik heb curry maken. En dan. Dat is nog wel even. Een dingetje. Beetje kip bakken. Ja, oké. Maar we hebben het over 2 kilo kip. Dus. Dat moet nog even lekker sudderen. Maar goed. Dus het wordt weer een saai vlogje. Ja. Ik had een hele planning, maar die hele planning liep even wat anders omdat er tussen kwam. Waar ik dadelijk wat meer over vertel, nu nog niet. Dus. Helaas. Maar ja, morgen hebben we al wat meer te doen. Dus dat is dan alweer fun. Moestuintje update. En een pannetje kipcurry. Kijk, daarom wil ik net bloemen hebben. Kansloos dit. En dan staat hier op tafel ook nog een borstje met. Gewoon te janken. Boe. Hoi. Hallo. Yo. Yo. Yo, papa. Nee, mag maar. Oh, mijn beeld is heel... Je let niet op dit, want dit is fout gegaan. Even kijken. Hey, je bent ook al gedaan. Dat is wel netjes. Ja, maar op de camera ziet het er zo anders uit. Wenkbrauwvloggie! Ja, ik wou het eens een keer weer doen, maar wenkbrauwen zijn echt wel... Maar nu... Maar je hè? Nee, maar kijk, zo. Ik vond ze wel mooi. Dus ik ging ze proberen in te tekenen en toen kwam dit eruit. In te kleuren. Bitch, zeg ook eens wat. Ja, we hebben eten bezig. We gaan eten en zo. Oh ja, dat is ook een restaurant eten en zo. Ja, dat zoekt er meer. Daar gaan heel veel mensen heen. Gingen papa en ik voor groot op stap. Oh echt, gaan we overstappen hebben. Toen was het nog de Locomotion. Wie kent dat in Zoetermeer, de discotheek? Daar heb ik mijn man leren kennen. Vraag hè? Dus. Nou, we gaan zo even lekker eten. Zo is gewoon leuk. Broodje kip curry. Maak ze nou niet jaloers, want dan gaan ze weer in de comments. Ik ook. Nou, het recept hiervan, dat gaan we gewoon op de site. En ik heb het van de week met tempeh gemaakt. En dat is ook echt een aanrader. Echt een aanrader. Echt een aanrader. Echt hoe zet het zegt, echt een aanrader. Wow.
Ja, maar oh, een normaal beeld ziet er... Mijn haar lijkt hier echt geel op, jongen. Daarom kom ik hier vanuit in beeld. Maar nee. We gaan even eten en dan zien we jullie dadelijk weer. Salut. Eten. Het zou het beste zijn dat we je wat help krijgen voordat de situatie wordt worse. Wat voor help? Hij recommended een rehab facility in Philly. Rehab? Ik don't need to go to rehab. Ik heb vier stukken. Zo, het is 6 uur. En de zon schijnt. Yay. Ja, we zijn naar boven gevlucht, want de storm begint alweer. Als je me begrijpt. Ja, dus ik ga als de wie weer douchen. Toen moet mijn haar wassen. Dat moet echt, want dat blijft een beetje staan en zo. En daarna ga ik mijn medicijnen innemen. En dan ga ik proberen te slapen. Want morgen wordt het en 20 graden, super lekker weer. Dus dan willen we even lekker mijn was buiten hangen en even wat foto's maken met de meiden buiten. En ik heb morgen aan het einde van de dag een verjaardag. Dan wil ik ook wel even gezellig en fit zijn en zo. Dus. Maar het is al 3 nachten bonus, dus het zal vannacht ook wel een kut zijn. Maar zeikvloggie. Ja, daar heb ik even mijn nagels in de trint repair zetten. Ja, ik durf ze gewoon niet te lakken, want als ze dood is weer gaan chippen, dat vind ik gewoon zonde. Dus, maar voor zover zo goed. Ja. Lekker vlog hier. Het wordt echt tijd voor het warme weer. Dan ben ik veel meer buiten en ben ik veel meer aan het doen. En kan ik veel meer vloggen en... Dit is gewoon ruk gewoon. Maar ja, toch vraag ik van als je het leuk vindt, doe je blauwe duimpje omhoog. Kopje klikken als je wel abonneren vindt, dat wel leuk. En ik zie jullie morgen. Doei.